Dion Fernandes, terug op het oude nest. Vandaag toch veel bekender gezien nog van je tijd toen? Eigenlijk alleen Daan Bovenberg, waarmee ik toen in het team zat. Maar ja, Marines was er wel toen al en dat wel, maar nee, dat was leuk. Voelt het een beetje als toch thuiskomen? Ja, nee, je kent iedereen die dan nog in de club werkt en ja, het is wel gezellig. Je wordt met open armen ontvangen, dus dat is fijn. Wat is jullie insteek, zowel van Excelsior als die van jou? Ik denk dat je van Excelsior beter aan hun kan vragen, want ja, dat is wat zij, waar zij over gaan. Maar voor mij is het gewoon fit worden en ja, met een groep trainen is fijner dan alleen nog met een personal trainer. Dus ja, dat is, voor mij is het fijn. Is er geen kans dat je hier ook daadwerkelijk terugkeert, zoals we eerder hebben gezien met onder andere Luigi Bruins, met Tony Varela, die eerst ook mee trainde? Ja, ik heb daar niet, hoe zeg je dat, zover denk ik niet. Ik wil gewoon fit worden en tot aan de winterstop zijn volgens mij nog maar 6 weken of zo. Dus ja, we zullen zien. Hoezo heb je nog geen club? Je hebt vorig jaar een goed jaar gedraaid. Je hebt in de bekerfinale heb je aan ja, heel de wereld kunnen laten zien hoe jullie Ajax met 5 heeft vernederd met een excellerende Guillaume Fernandes. En ja, nu sta je hier zonder club. Ja, omstandigheden. Hoe zeg je dat? Er waren wel genoeg aanbiedingen, maar niet altijd de juiste wat ik vond. En de dingen die ik leuk genoeg vond, die bleken uiteindelijk, ja, hoe zeg je dat? Ik had het wel kunnen doen, maar dan, of het is dan zeker alsof je alles contractueel nageleefd wordt, dat, was, dat weet je dan niet. En dat probeer je zo goed mogelijk veilig te stellen. En als dat niet zo is, dan kan je de keuze maken om het wel te doen, om te gokken of om het niet te doen. En dat heb ik dus niet gedaan. Hoe lang heb je het geduld nog? Want ik kan me ook voorstellen dat je zo snel mogelijk weer belangrijk wil zijn, weer echt wil voetballen, weer doelpunten wil maken. Ja, zeker. Nee, ik wil gewoon tot aan de winterstop hier trainen. En vanaf dan zien we waar mijn toekomst gaat liggen. Je wilde per se buitenland. Is dat nog steeds dat je per se buitenland wil? Of is nu de Eredivisie ook een optie? Nou ja, mijn voorkeur gaat, want het was vorig jaar zo en is nu nog steeds zo dat ik het liefst naar het buitenland ga. Maar ik zeg tegen niks nee. Dus ja, we zien het wel.